Hallo allemaal, vandaag doen we voorspelling, woordpakket 20. We zijn in ons worksheet op pagina 55 en 56. En ja hoor, dit is het laatste woordpakket van het vierde leerjaar. Het enige wat we hierna nog moeten doen zijn de werkwoorden. Spannend. Oké, we gaan eens beginnen met de woordjes luid op te lezen. Jullie doen mee, luid en duidelijk. Het besluit. Het gemeentehuis. De kruiken. Een onweersbui. De ruimte. Het rusthuis. Schuiven. Uitgeput. Uitgevonden. Uitvoeren. Gelukkig. Eeuwig. Triestig. 25. Onmogelijk. Smakelijk. Werkelijk. Dagelijks. Vreselijks. Jarig. Zoals jullie zien, drie soorten woorden hier vandaag. Woorden met een ui. Kennen jullie al woorden zoals in uil? Niet zo moeilijk. Dan hebben we woorden die eindigen op ug of ugge. Met de doffe ui die je zo hoort, maar je schrijft het als ich of ige. Dat zijn de rustige woorden, als je het nog wel weet. Dan woorden op een doffe ui in luk of lukke. Goed. Drie soorten woorden dus. We gaan eens kijken naar de oefeningen. 1. Schrijf alle woorden uit het woordpakket correct over en onderstreep de ui-woorden met groen, de rustige woorden met blauw en de heerlijke woorden met rood. Heel gemakkelijk, dit lukt jullie wel. Pagina 56 dan. Oefening 2. Rubriceer, dat wil zeggen rangschik, in de juiste kolom. Rubriceer alle woorden uit het woordpakket in de passende kolom. Dus opnieuw alle woorden nog eens overschrijven, maar je schrijft ze in de juiste kolom. Deze twee kolommetjes horen bij de ui-woorden. Ja. En dan hebben we één kolom met rustige woorden, één kolom met heerlijke woorden. Dat is gewoon overschrijven, dat kunnen jullie ook. Dan, oefening 3. Zoek in elke zin de bijvoeglijke naamwoorden met ug of luk. En schrijf ze correct over. Ugge kan ook en lukke kan ook. Hè. Ook niet moeilijk. Je gaat vooral op zoek naar de woorden die eindigen op ug of luk. Of ugge en lukke. En je gaat die dan mooi overschrijven. Moeilijk is het niet. En dan 4, de laatste oefening al. Lees de kaartjes. Sommige woorden zijn niet volledig. Maak ze volledig en vul de kaartjes correct in. Ik ga ze niet voorlezen, anders ben ik al te veel aan het helpen. Het zal vooral ug en luk zijn die dat je moet aanvullen. Of ugge en lukke. Goed opletten. Oké, dat is het. Veel succes vandaag. En tot de volgende keer. Dag. Bye.